Ja. Ik heb billies voorbij zien komen, ik heb hondjes gezien, ik heb schapen gehoord. Ja? Ik denk dat ik een hele mooie heb voor Lucas. Ja? Ja, ja, absoluut. Nou, dan moet je wel even je best doen nog natuurlijk. Nou ja, aan de andere kant, hij moet nog verlengd worden voor ons. Ja. Doen, dus. Ja, kijk maar. Kijk, ja. Icons voetbal. 5 Second Rules. Leuk dat jullie weer kijken. Ik zit hier vandaag met Hans van der Haar en Lucas Grissel. Want zij gaan meedoen aan de 5 Second Rules. 1 vraag, 3 antwoorden. Binnen 5 seconden. Zijn jullie er klaar voor? Helemaal. De verliezer die krijgt natuurlijk een challenge. Hè? Die moet wat gaan uitvoeren. Ja. Ik heb billies voorbij zien komen. Ik heb hondjes gezien. Ik heb schapen gehoord. Ja? Ik denk dat ik een hele mooie heb voor Lucas. Ja? Ja, ja, absoluut. Nou, dan moet je wel even je best doen nog natuurlijk. Nou ja, aan de andere kant. Hij moet nog verlengd worden voor ons. Ja. Doen, dus. Ja, kijk maar. Kijk, ja. Mooi dit, mooi dit. Nou, dan mag je ook gelijk gaan beginnen, Hans. Met de eerste vraag. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Oké. Okay. Hans, noem 3 aanvallers waarmee je hebt gewerkt als spitsentrainer bij FC Utrecht. Allee, Kerk, Labiat. Ja, dat had er al 3. Ja. Ik zat nog te tellen. Ja, ja. Ja, top. Nou ja, dat is een puntje. Dank je. Ja, lekker. Je bent scherp. Je bent scherp. Scherper dan ik, want ik was nog aan het tellen. Lucas, daar komt ie. Ben je klaar voor? Ja. Noem 3 dingen die je absoluut niet mag doen van Hans van der Haar op de training. 5. 3. Schelden, weglopen en plassen langs het veld. Oh, dat is buiten de tijd, jongens. Dat weet ik zeker. Ik safe bij de bel. Oh, safe bij de bel. Gaan we zo over. 1-1. Ja, gaat goed. Gaat goed. Lekker samen, tegelijk. Hans, komt de volgende vraag. Noem 3 spelers uit de tweede divisie die je graag meeneemt naar de Miami Dutch Lions. Lucas, De Livio en Kevin Sterling. De Livio Hofman, dubbel F. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, waarom die? Nou, Lucas is heel simpel, dan ben ik niet de lelijkste. Dat scheelt ook weer. Nee, geitje Lucas, sorry. Nee, gewoon de kwaliteit en scoren vermogen. Ja. En dus ja, dus ja de je hebt 2 rappe buitenspelertjes in de lopen. Ja, we moeten veel snelheid hebben, ja. Tofferdikke me. Oké, okay, ja, 2-1. Je moet er achteraan, Lucas. Ja. Komt-ie. Noem 3 clubs die momenteel onder TSC staan op de ranglijst van de tweede divisie. Jonge Sparta. Ik zou echt niet weten wie die andere 2. Nee? Dat maakt niet uit. Ik zit alleen niet. Dat zou ik echt niet weten. Ik zit alleen netjes. Oké, ik zal ze even opnoemen voor je. Excelsior Maassluis, Jong Sparta, Scheveningen, Noordwijk en de Treffers. Waren de aardig wat? De Treffers had ik ook al kunnen weten. Zijn laatste met 2 punten. Ja. Dat is niet best. Lucas, dit gaat niet goed. Dit gaat niet de goede kant op. Hans, de volgende vraag. Noem 3 dingen waar je Hans van der Haar gelukkig mee kan maken. Golven, voetbal, tennis. Hij is wel de beste speler tot nu toe. Hè? Hij heeft ze nog allemaal. Dat is echt niet te geloven. Lucas, je wordt ingemaakt. Kom op, hé. Oké, deze is ook makkelijk. Noem 3 dingen waar je jezelf ongelukkig mee kan maken. Hockey, zwemmen en hard rennen. Ook ja, daar word je er niet ongelukkig van. Ja, daar word je er ongelukkig van. Ik ben niet voor niets keeper geworden. Ja. Ja. Gewoon stilstaan. Ik ben niet voor niets keeper geworden. Ja. Hoe kan je dan van zwemmen ongelukkig worden? Hoe kun je van, ja. Nou ja, ik kan niet zwemmen dus. Ja, kom op. Ik heb me aan dus deze zwemmen gehad. Ik weet niet of jij goed kunt dromen, maar ik vind het... Nee, als hij... Kijk, is echt zo. Is echt zo. Gelukkig ben je lang, kun je wel in het water staan een beetje. Ja. Niet te diep. Oké, in ieder geval een tussenstandje. 2-3 voor ons. Ja, lekker. Ja, goed. Ja, goed, gaat goed. We kunnen nog alle kanten op. Er komen nog 2 vragen bij jullie allebei. Hans, noem 3 spelers van het eerste van TSC met de meeste praatjes. Hey Bobo, Budde, Sindrino. Kijk, ik zie Lucas Jaarschudden. Ja, ja? Ja, klopt. Ja. Hij is scherp hoor, potverdikke. Voor jou, hè? In de achtervolging. Noem 3 verschillende soorten pizza's. Hawaii, salami en tonijn. Wat? Tonijn? Tonijn. Tonijn. Zijn die tonijn of tonijn? In ieder geval niet goed. Ja, wat zei die? Zei die tonijn? Ja, wat hebben jullie niet, gehoord, mannen? Tonijn. Tonijn, zei die het goed? Ja. Pizza tonijn, ja. Hans, dan ga ik het toch goedkeuren. Ach, jeetje. Dan ga ik het toch goedkeuren. Eens even kijken, dan is de tussenstand nu... 4-3. 4-3. En bij die laatste vraag zijn er 2 puntjes te verdienen. En Lucas, we gaan beginnen van jou. Oké.
Noem drie dingen die een vrouw aantrekkelijk maken. Borsten, billen en gezicht. Lucas is ook wel... Ja, dan krijg je spel terug. Hij is ook wel sterk, hè? Hij is ook wel sterk bezig, hoor. Ja. Je staat op dit moment voor, hè? Ja. 5-4. Als Hans nu punten laat liggen, heb je gewoon gewonnen. Hoe mooi zou het zijn? Hans zien kruipen als een schaap op het veld hier zo. Ja, dat zou lekker zijn. Oké, okay. Hans. Noem drie namen van journalisten waardoor je wel eens bent geïnterviewd. Wilfred Gené, Jack van Gelder, Mart Smeet. Een duidelijke winnaar. Ja, dat denk ik ook. We hebben een duidelijke winnaar. Lucas, je hebt wel je... Ja, ik zeg eerlijk, tegen ieder ander had je gewonnen. Ja? Maar Hans? Ja, Hans is ook echt goed, hè? Hij was scherp vandaag. Wat moet hij doen? Rollen. Ja, dat zei ik net al. Amerikaans spelletje wordt rollen. Ja, we zien dan. Ga maar even rollen. Maar waar vandaan? Ja, vanaf 16 meter tot de middenlijn, zeg ik. Zo, 16 meter tot de middenlijn? Ik word niet sterk vandaag. Ja, een beetje mee gemast. 16 antwoorden waarvan ik zeg van... Oké, ga maar rollen. Vanaf de 16 naar de middenlijn? Ja, ja, en rechter. En rechte lijn. En recht. En rechte lijn. Ja, ja. In de rechte lijn. Je weet hoe snel dat kan gaan, hè? Ja, ja. Ja, klaar voor? Kom maar. Kijk hem gaan. Meer met je borst over de grond heen, hè? Ja, inderdaad, want het is met zijn handjes, hoor, hé. Ah, hij wordt dronken. Zonder handen. Waar ga je nou heen? Je moet hierheen. Ja, ik ging het spoor. Ik zie helemaal niks meer. Ja, kom maar, je bent bijna nog 10 meter. Ja, kom aan. Vond je dit nou een leuke aflevering? Zorg dat je like, abonneert op het YouTube-kanaal. Hey, ons volgt op Instagram. En wanneer alle wedstrijden weer bezig zijn, kan je alle samenvattingen terugkijken op eigenhands.com. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Gaat het? Zo.